We hebben met drones gezocht en met beeldcamera's en Max was niet te vinden. Deze hond Max die is ja, 4 weken geleden gekidnapt door een stelletje Duitsers. Of ja, een Duits stel in ieder geval. Ja, hier gewoon op het strand. Na 4 weken is hij teruggevonden. Maar hoe is deze zaak in godsnaam opgelost? Nou ja, we hadden geflyerd in Katwijk na een langdurige zoekactie. En toen heeft mijn schoondochter daar in het appartementencomplex alle flyers in iedere brievenbus gedaan. Ze werd gebeld door de mevrouw die gezien had wat er gebeurd was. Ja, want het was al vrij snel duidelijk dat het een soort kidnap-dognap-poging is geweest. Dat werd vrij snel duidelijk. Dat werd daarmee duidelijk. Dus mijn schoondochter is naar de wijkagent gegaan. En de wijkagent die heeft er meteen werk van gemaakt. Het is internationaal gegaan, deze zaak. Ja. Het was een Duitse camper waar die met eten is binnengelokt binnen 10 minuten dat hij even zoek was. Ja. Dat was heel snel gegaan. Hoe waren die 4 weken zonder lieve Max? We hebben eigenlijk dag en nacht gezocht. En je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En we zijn door duin gaan zoeken. En we hebben met drones gezocht. En met beeldcamera's. En Max was niet te vinden. Werden we dus gebeld vanuit de politie Duitsland. En dat ze Max gevonden hadden op het bewuste adres. En dat ze op weg waren naar de dierenarts om zijn chip uit te lezen. En als dat zo was, of we genegen waren om naar Duitsland te gaan. Zullen we even kijken naar de plek waar het gebeurd is? Ja. En dit is dus het appartementencomplex waar jullie geflyerd hebben en waar het antwoord uiteindelijk is gevonden. Ja. Uiteindelijk, ik weet niet precies welk balkon het is geweest, maar een van de mensen die daar wonen, die had dat precies gezien. En voor mij is het dat mensen dus moeten weten dat je niet ongestraft zomaar iets kan doen. Maar is het niet zo dat zij misschien dachten dat ze een goede daad hebben gedaan? Dat denk ik niet. Want als je een goede daad had gedaan, dan had je in ieder geval misschien hier bij dat strandteentje een telefoonnummer achtergelaten van joh, als iemand de hond zoekt. Wij hebben hem meegenomen. Ja, en hij ziet er ook niet onverzorgd uit dat je denkt, nou, ik ga deze honden even redden. Nee, het is gewoon een hond waarvan je denkt, die heeft een goede baas. Ja. En dat heeft hij. Maar zelfs nu in het buitenland, heeft die Maxi al gezien? Nou ja, we hebben inderdaad via FaceTime hebben we dat allemaal genomen. Zoals het mogelijk was met de hond. Want de hond was zo blij, die rolde alle kanten op en zo. Mijn zoon die zegt van, nou, ik heb gewoon gejankt. Een grote vent. Ja. Zo blij dat hij was, dat Max weer terug was. En wanneer gaat hij hem officieel weer in het echt zien? Vrijdag is hij weer thuis, dus het hele gezin. En dan is het voor Max de hele familie herenigd. Nou, heel veel succes. Ja, dankjewel. Ja! Oh, daar ga je ook.